U heeft problematische schulden. Misschien wordt u onder bewind gesteld. Bekijk hierover de video Bewind. Om uw bestaande schulden op te lossen, kunt u bij de gemeente een schuldtraject ingaan. Mislukt dat? Dan komt u misschien in aanmerking voor de WSNP. De WSNP is een schuldsaneringstraject van 3 jaar. Hierna kan de rechtbank u een schone lei geven. De schulden die over zijn, hoeft u dan niet meer te betalen. Hoe vraagt u de WSNP aan? U stelt samen met de schuldhulpverlener van de gemeente een verzoek op. Hierin staan uw schulden en de oorzaak ervan. U ondertekent dit. De rechtbank ontvangt het verzoek en nodigt u uit voor een zitting. U mag familie of vrienden meenemen. De rechter stelt u vragen. Bijvoorbeeld hoe de schulden zijn ontstaan. Ook bespreekt de rechter de verplichtingen tijdens de schuldsanering. Zo moet u zoveel mogelijk sparen en geen nieuwe schulden maken. Per post ontvangt u de uitspraak. Wel of geen schuldsanering? Zo ja, dan benoemt de rechtbank een speciale WSNP-bewindvoerder. De bewindvoerder controleert of u aan de verplichtingen voldoet. De rechtbank benoemt ook een rechtercommissaris die toezicht houdt op de bewindvoerder. Als u zich gedurende het WSNP-traject niet aan de verplichtingen houdt, kan de bewindvoerder, de rechtercommissaris of een schuldeiser de rechtbank vragen het traject te stoppen. U krijgt dan geen schone lei. Verloopt het traject goed en oordeelt de rechtbank dat u aan de verplichtingen heeft voldaan, dan krijgt u de schone lei. Kijk op rechtspraak.nl/schulden voor meer informatie.